Roos is een maandelijks terugkerende bijeenkomst bij Gerrette Meers voor mantelzorgers en hun naasten. In deze coronatijd brengen wij Onge Roos bij u thuis. Wij wensen u veel kijkplezier met deze aflevering van Onge Roos Toes. Thank you.
De peuterspeelzaal wordt bezocht door peuters van 2 tot 4 jaar. Het doel is om te leren met andere kinderen te spelen en door kennis te maken met andere spelmaterialen hun ontwikkeling te stimuleren. Maar ook een tijdje zonder papa of mama door te brengen. Voor de meeste peuters het hoogtepunt van de week. Lekker glijden op de tractoren, rijden en spelen. De kinderen worden naar school gebracht tussen 8:45 en 9:00. De ouders blijven even en nemen dan afscheid. Veel kinderen vinden het moeilijk om afscheid te nemen van de ouders. De leidsters weten hun vaak te troosten of af te leiden met speelgoed of een activiteit. Meestal werkt het goed, maar er zijn ook kinderen die niet te troosten zijn. Ook bij de peuters zijn een aantal dingen die iedere keer terugkomen. Luisteren naar de leidster als ze in de handen klapt. Voor het fruit eten naar de wc gaan. De handen wassen en samen fruit eten. De indeling van de morgen is iedere keer hetzelfde. De structuur biedt de peuters houvast. Naast deze structuur is er ook voldoende ruimte om de ouders afscheid te laten nemen van hun kind. Vragen van ouders te beantwoorden. Door de peuter aan te moedigen en te prijzen, krijgt hij het toch voor elkaar om de puzzel te maken. De complimentjes geven hem net die stimulans om de puzzel af te maken. Jongens en meisjes, zullen we nu boete gaan spelen? Want het is zo lekker weertje. Ja, neem voor de tractors allemaal met naar boete toe. Gaan we allemaal naar de deur staan. Kom allemaal met. Kom maar Lola. Ook bij deze kleine kinderen is het heel belangrijk om gedrag wat niet geaccepteerd wordt meteen te verbieden. Er wordt heel duidelijk gezegd wat een kind deed en waarom het niet mag. Hocus pocus Pilatus, pas, ik wou dat er wat weg was. Echt, Anthony, alleen Anthony, wat is er weg? Kijk maar eens, wat is er weg? Met de lepel, hè, die wil weg. Marjolein, jij ook? Ja? Allemaal samen toveren, hè? Doe maar eens allemaal mee. Hocus pocus Pilatus was, ik wou dat er wat weg was. Nou maar, bedoel voor Bjorn, dan mogen eens kijken of er wat weg is. Weg! Bjorn, is er wat weg? Kijk eens goed. De lepel. De lepel, is in de lepel hier liggen. Bjorn, wat is er weg? Olifant. Of eens kijken. Ja, de olifant wil weg, hè? Drie keer eentje, hè? Frank wil het niet. Lik hem maar even terug. Met 4 jaar mag uw kleuter eindelijk of al naar de basisschool. Een wereld van verschil en een eigen wereld. Het begint al met naar binnen gaan. De kleuters nemen op de speelplaats afscheid van hun ouders en gaan in een rij met de leerkracht naar binnen.
Op de speelplaats zijn de ouders in de gelegenheid om korte mededelingen aan de leerkracht door te geven. Alsjeblieft op schooltje eten, hè? Als de kinderen in hun klas komen, willen ze meteen van alles aan hun juf vertellen. De juf heeft alle tijd voor hun en gaat in op wat ze zeggen. Belangrijk is dat de juf op ooghoogte met de kleuters praat en hun tijd en aandacht geeft. Als de juf dan eindelijk kan beginnen, legt ze uit wat de bedoeling is voor vandaag. Aan de hand van herkenbare plaatjes weten de kinderen de dagindeling. Kinderen voelen zich hier veel zekerder door. Dan denk ik dat we nog eventjes met de grote werkjes kunnen. Oh ja, oh ja. Er zitten drie werkjes. Ja, en dan denk ik dat het al tijd is om te luisteren. Wie weet welke dag dat het vandaag is? Ik weet het, twee keer school. Goed zo. Vandaag is het dinsdag. En op dinsdag is er twee keer school. Kunnen we gaan beginnen? Ja? Ik zeg goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Aan de hand van een versje ontstaat er een kringgesprek over hoe je ruzies kunt oplossen. Hoe klein de kinderen ook zijn, ze hebben er allemaal hun ideeën over. Ik heb ruzie met mijn vriendje om een stukje veterdrop. Want die wou hij niet verdelen. En toen gaf ik hem een schop. Ik heb ruzie met mijn vriendje. Daarom speelt hij verderop. Nu zit ik me te vervelen om zo'n stukje veterdrop. Eet het dan zelf op? Moet je dan een glaasje? Zou je dat leuk vinden als ik dit stukje opeet? Ja. Ja? Nee. Ja! En jij dan? Ja. En jij dan? Nee, want je zou jij niks van de veterdrop willen hebben? Ik heb wel, ik wil ruzie maken met je. Zou je ruzie met mij willen gaan maken met de veterdrop? Ja. Ja. Zou dat wel zo leuk zijn? Ja! Is het wel? Zou dat wel zo leuk zijn om ruzie? Nee, dat lijkt me ook niet gezellig. Dan heeft iedereen niks meer. Nee, dan heb ik ook, weet je, dan trekt iedereen eraan. En dan heeft Ruben misschien wel een stukje en Sam heeft een stukje. En die anderen hebben niks. Precies. Ja, dan krijgen ze nog meer ruzie met elkaar. En ruzie en ruzie en is dat, al ruzie meer. Is dat gezellig als je steeds ruzie hebt? In de kleuterklasse worden de meeste onderwerpen op een speelse wijze in de kring behandeld. Toch krijgen de kinderen wel eens een werkje dat ze alleen moeten maken. In groep 2 natuurlijk meer dan in groep 1. De juf doet vaak twee dingen tegelijk. Belangrijk is wel dat ze de kleuter ook aankijkt, contact maakt. Voor het laatste onderdeel van het 7e Sterrenjaarsjournaal gaan we naar Elslo, waar 4 basisscholen een paddenpoel hebben geadopteerd. Deze paddenpoel
zullen ze het hele jaar door onderhouden. De poel waar deze film over gaat is geadopteerd door groep 8 van de Augustinusschool in het kader van het adoptieplan Kleine Landschapselementen. Alle vier de poelen liggen in de weilanden aan de westkant van het Elsloose Hellingbos. Voor dit project zijn de leerlingen uit Elslo in drie groepen opgedeeld. Met een baggerbeugel en kanthaak wordt de poel door de scholieren schoongeschept. Dit alles gebeurt onder deskundige leiding van enkele vrijwilligers van het IVN Elslo en onderwijzer Sef Eurlings van de Augustinusschool. Zij leggen ook uit hoe je het gereedschap goed en vooral veilig moet gebruiken. Helaas, een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Voordat je het weet, zit je laars vast in de drap van de paddenpoel. De andere opdracht is voor het tweede groepje kinderen. Zij moeten met heggenscharen de walkanten knippen. Met hooiharken en rieken schrapen en harken de leerlingen het overgebleven knipsel bij elkaar. Eens in de 3 jaar moeten de wilgen geknot worden. Een groen blaadje na al dat gras is af en toe niet te versmaden, denkt deze koe. Het knotten van wilgen is een zeer zorgvuldig werkje. De kinderen van groepje 3 van de Augustinusschool uit Elslo moeten dan ook oppassen dat ze de takken niet te ver afzagen, want anders zit het gevaar erin dat de bomen alsnog dood kunnen gaan. Ondertussen zijn de groepjes van werkplek gewisseld. De bedoeling hiervan is dat iedereen alle drie de onderdelen, het opschonen van de poel, het knippen van de walkanten en het knotten van de wilgen hebben uitgevoerd. Op deze manier leren de scholieren de fijne kneepjes van het vak en steken ze het meeste op van het project. Het gevaar is natuurlijk altijd aanwezig dat iemand zich kan verwonden. Vandaar deze verbanddoos. Gezellig, even een onderontje tussen Niek Meijer en de onderwijzer van de Augustinusschool. Aan het eind van de ochtend, na heel hard werken, wordt er van de overgebleven snoeitakken, knipsel en alles wat uit de poel verwijderd is, een grote stapel gebouwd, waaronder een nestkast wordt gestopt. De bedoeling van deze nestkast is dat er zich uiteindelijk een bunzing, hermelijn, wezel of steenmarter gaat vestigen.
Deze dieren behoren tot de marterachtigen die helaas in Nederland zeer bedreigd zijn. Door het bouwen van een nestkast bieden de kinderen de dieren een veilige woon- en verblijfplaats aan. Helaas, er is toch nog een licht gewonde gevallen. Niek Meijer van het IVN legt nog even de laatste hand aan een knotwillig. Zo, het werk zit er bijna op. Mooie rechte gesnoeide takken van de wilgen worden in de grond gezet in de hoop dat in de toekomst daar weer prachtige, gezonde bomen uit zullen groeien. En zo hoort de geknotte williger uit te zien. Een perfect staaltje van vakmanschap. Daar kunnen de leerlingen van de Augustinusschool trots op zijn. Het nest ligt rustig onder de takkenstapel te wachten op een welkome gast. De poel is opgeschoond, het hekwerk is klaar en wordt voor de laatste keer nog even geïnspecteerd. Als alles goed is opgeruimd en het gereedschap netjes is ingeleverd, wordt er nog een kleine nabeschouwing gehouden. De leerlingen hebben op deze iets wat sombere ochtend in oktober heel wat geleerd over en van de natuur. Daar wordt ze veel geschreven, daar wordt ze veel gekald. Dat niks mij is gebleven en alles is verknald. Maar één ding weet ik zeker, daar blijven ze van aard. Dat is de dikste steen van steen, die is nog puntje gaaf. De dikste steen van steen, dat is de tatersteen. Kent hij van wermen der eelse neer dan tukken. De dikste steen van steen, dat is de tatersteen. Niks aan te maken, niks aan te doen. Als ik de zie, dan ook er is niet waar. Weer weet je zeker, hun is het zwaar. De dikste steen van steen, dat is de tatersteen. Niks aan te maken, niks aan te doen. Heb vroeger veel gezworven, door het water met gesleurd. En naam en faam verworven, dat is ze vergesneurd. Nu steekt er door en rassig, zit lekker in zijn vel. Mijn kutte met gepeerd naar weg, de dikke is geen helden. De dikste steen van steen, dat is de tatersteen. Kent hij van wermen, de Nielsen niet dan teupen. De dikste steen van steen, dat is de tatersteen. Niks aan te maken, niks aan te doen. Als ik je zie, dan ook het is niet waar. Wie weet het zeker, hun is het zwaar. De dikste steen van steen, dat is de tatersteen. Niks aan te maken, niks aan te doen. Al zijn ze daar al giftig, al zijn
ze door ons schoes. Hij maakt zich echt niet druftig, hij wil niet meer verhoest. En als er eens geklauwd wordt, hij raakt niet van zijn stuk. Hij weet verpakken ons die heen en rollen hem weer terug. De dikste steen van steen, dat is tentatorsteen. Kent hij van wermen ten eilse niet aan kopen. De dikste steen van steen, dat is tentatorsteen. Niks aan te maken, niks aan te doen. Als ik er zie, dan ook er is niet waar. Weer weten zeker, hun is het te zwaar. Den dikste steen van steen, dat is de tatersteen. Niks aan te maken, niks aan te doen. Den dikste steen van steen, dat is de tatersteen. Kent hij van wermen ten eilse meer dan toe. Den dikste steen van steen, dat is de tatersteen. Niks aan te maken, niks aan te doen. Als ik je zie, dan ook er is dit woord. Weer weten zeker, hun is het is woord. Den dikste steen van steen, dat is de tatersteen. Niks aan te maken, niks aan te doen. Niks aan te maken, niks aan te doen.